Dit is Ede TV Nieuws. Vader en zoon richten vanuit hobby een sportschool op en krijgen binnen 2 jaar internationale erkenning. Een hoogtepunt in onze vechtsportcarrière. Ook dit jaar is er weer een ijsbaan in Ede Centrum. Ga je vaker komen? Als dat mag van mama. En verschillende gedupeerde reizigers proberen vanuit station Ede-Wageningen hun uiteindelijke eindbestemming te bereiken. Ik ben eigenlijk compleet afhankelijk van het openbaar vervoer. Dit is Ede TV Nieuws. Afgelopen donderdag 4 januari hebben de medewerkers van de regionale vervoersbedrijven gestaakt. Regionale bussen en treinen blijven staan. De chauffeurs zijn de werkdruk zat. De staking is uitgebreid aangekondigd via de media, maar verschillende mensen zijn gestrand. Mijn naam is Ronald, ik kom uit Arnhem. En waar wil je heen? Ik wil nu gewoon naar werk. Ik werk hier in Ede. Fijn. Waar wil je naartoe? Naar het industrieterrein. Ja, met de bus. Maar helaas rijden ze niet. Ik had gehoopt dat ze wel zouden rijden, maar dat is niet het geval. Dus jammer. En hoe ga je dit nu oplossen? Ik word zo opgehaald door een collega, dus ik moet eigenlijk goed opletten. En dan word ik zo opgehaald door een collega. Ik word nu al gebeld volgens mij. Ja, dat is mijn collega. Dus ik dankjewel. Moet gaan. Jullie ook, dankjewel. En ik hoop dat er een oplossing komt. Doeg! Waar kom je vandaan, Koen? Arnhem. Had je in Arnhem al problemen of ging je in Arnhem alles soepel? Nee, daar rijden de bussen ook niet. Dus dat was dus alles behalve soepel. Ik ben aangekomen met de trein. Ik ben sowieso te laat. Dus. Waar moet je heen? Ik moet even kijken bij het industrieterrein hier zijn. En hoe ga je dit oplossen? Ik heb een lift vanuit mijn werk aangeboden gekregen. Dus ik ga er op die manier wel komen. Maar ik baal ontzettend dat het openbaar vervoer niet rijdt. Ja, want hoeveel extra reistijd en frustratie levert je dit op? Ik ben een uur langer onderweg. Ik ben gewoon een uur te laat. Dus ja, dat levert aardig veel frustratie op. Ja, en kom je er echt mee in de problemen op je werk of niet? Nee, ze zijn gelukkig daar vrij rustig wat dat betreft. Dus dat komt wel goed daar. Verschillende reizigers hebben geen hinder gehad van de staking totdat ze op station Ede-Wageningen belanden. Op station Ede-Wageningen. En waarom staat u hier? Ik wil heel graag met de bus naar mijn werk. En waar werkt u? Wageningen Universiteit. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Bilthoven. En hoe is het stuk van Bilthoven tot Ede-Wageningen gegaan? Nou, dat ging perfect, soepel. Maar dan kom ik hier en dan blijkt dat geen enkele bus rijdt. Helaas. U wist van niks? Ik wist van niks. Hoe gaat u dit oplossen, als ik vragen mag? Nou, ik ben wat lotgenoten aan het verzamelen, zodat we samen een taxi kunnen nemen. Om de kosten te delen? Om de kosten te delen, ja. Precies. En komt u nou te laat op uw werk of heeft u geen probleem voor de rest op uw werk? Nou, ik kom wel een beetje te laat, maar het is nog een beetje vakantietijd, dus het valt niet heel erg op, denk ik. Veel mensen zijn nog afwezig. Oké, en hoe gaat u dat vanmiddag oplossen? Ik ga een fiets lenen op mijn werk en dan hier maar in de stalling proberen te zetten. Op het busstation op bedrijventerrein Frankeneng verzamelen de stakende buschauffeurs zich. Een woordvoerder van vakbond CNV verwoordt de mening. We zijn op de busstandplaats van de openbaar vervoer hier in Reden, waar zowel Gelderland als Sinter staat. En we staan hier voor een staking vandaag. Er wordt vandaag geen bussen gereden. De hele dag niet? De hele dag niet. We hebben 24 uur staking afgekondigd. Dat hebben we al enige dagen geleden gedaan. We komen er niet onderuit in de CO-onderhandelingen. En ja, als je niet onderuit komt aan tafel, dan moet je ergens anders gaan zitten. En helaas moeten we kiezen voor staking. Na 3 onderhandelingsronden hebben we besloten om toch een staking uit te roepen. Omdat we niet uitkwamen. We kwamen niet uit over de werkdruk. En dat betekent gewoon, buschauffeurs hebben geen tijd om te plassen. Nou, ze willen natuurlijk niet zeiken. Maar ze willen wel graag naar de wc, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus dat is deze actie. Oké, en hoeveel medewerkers staken er? Staakt iedereen? Ja, we hebben 100% stakingsgraad. We hebben niemand die zich als werkwillig heeft gemeld. Dus iedereen staakt hier. Oké, en zijn ze wel hier op het trein aanwezig of zitten ze gewoon thuis? Een aantal mensen zijn naar huis gegaan inmiddels. Een aantal blijven hier op het terrein. Want die vinden, als ze staken willen ze ook hier op het terrein zijn. En er komen natuurlijk lekkere sausijzenbroodjes. Daar wachten ook een aantal mensen op. Want staken moet ook een beetje gezelligheid zijn met elkaar.
En wat verwacht u dat deze staking oplevert? Nou, ik hoop dat de partijen snel weer om tafel gaan. Want als partijen om tafel moet je het uiteindelijk oplossen. Maar ik hoop dat het signaal duidelijk is. En gelukkig is nu gekozen voor een periode waar het vrij rustig is. Ook gelukkig tot er niet ieder geval mensen last van. Het is altijd vervelend. Er zijn altijd mensen die niet weten dat er een staking is. Dat is altijd erg vervelend. We hebben alles gedaan om het bekend te maken. Maar mensen lezen stond geen krant. En sommige mensen staan op de bus te wachten. Terwijl er duidelijk staat, er rijden vandaag geen bussen. Dus ja, het busje komt niet zo vandaag. Als deze staking niet het gewenste resultaat oplevert, dan komt er misschien een vervolgactie. Ja, dan denk ik dat we zullen vervolgacties krijgen. We zullen nog even nadenken over in welke mate. Het kan een vette staking worden, het kan anderszins. Maar ik wil niet op zaken vooruit lopen. Het lijkt me handig om zo snel mogelijk weer om tafel te gaan. In Ede is er een nepmonteur actief. Vooral ouderen zijn het slachtoffer geworden van deze nepmonteur. Inmiddels heeft hij honderden euro's buit gemaakt. Politie Ede waarschuwt om vooral geen monteur binnen te laten zonder afspraak. Ook vragen monteurs nooit ter plekke geld voor het verhelpen van een storing. De politie is bezig om de dader op te sporen. De Edese ondernemer Gies Pluim is bekend van het organiseren van tennistoernooien. Maar daarnaast was hij ook een fervent kunstverzamelaar. Naast gepassioneerd ondernemer was Pluim groot kunstliefhebber. Hij heeft een prachtige kunstverzameling opgebouwd met zeer uiteenlopende werken. Van moderne abstracte kunst tot en met 19e-eeuwse modeprenten en pre-Columbiaanse kunst. Van 13 januari tot 3 maart is een deel van zijn collectie te zien in Cultura. De 24-jarige Edese Kimberly Bos beoefent de sport skeleton. Dat is liggen op een plank met ijzers eronder, hoofd naar voren en heel hard naar beneden sleeën. Ze is goed en heeft zich bijna gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. De Edese heeft nog 1 wedstrijd te gaan in St. Moritz op 12 januari... om zich definitief te kwalificeren voor de Olympische Spelen van februari dit jaar in Pyeongchang in Zuid-Korea. Vader en zoon Herbert zijn al een leven lang bezig met de vechtsport. Beide mannen zijn bekwaam in verschillende richtingen binnen de vechtsport. Vanwege de liefde voor de sport willen ze graag hun kennis delen. Om deze reden hebben ze 2 jaar geleden een eigen sportschool in Braziliaans Jiu-Jitsu opgericht. Recentelijk heeft de nog jonge sportschool een belangrijke onderscheiding ontvangen. Wat betekent deze erkenning voor jullie? Voor jullie sportschool, voor jullie persoonlijk? Deze erkenning is wel een hoogtepunt. Je hebt toch, als je terugkijkt in de geschiedenis, wat je hebt moeten doen, wat je hebt moeten laten. Vooral laten, veel tijd. Het Braziliaanse Jiu-Jitsu is echt een erkenning, een hoogtepunt in onze budo-carrière. Deze erkenning voor de sportschool betekent dat iedereen die bij de club aangesloten is en uiteindelijk een NK, EK of een WK kampioenschap zou willen doen, die dat in de club officieel kan doen. Dus via de club kunnen ze zichzelf inschrijven op de competitie, waarna ze dus officieel op de wedstrijden kunnen uitkomen voor Nederland. Hoeveel Braziliaanse Jiu-Jitsu sportscholen hebben deze licentie? Maar 5 in Nederland. Nog geen 5 in Nederland. Wij zullen waarschijnlijk wel een stimulans zijn voor de anderen. Ja, ze zullen toch al die accreditatiepunten voor elkaar moeten hebben. Oké, en hoeveel hebben er in de regio? In de regio zit niemand. Wij dus, hè? Wij zijn dus de enige die in de regio zitten. Waar zitten naast jullie de dichtstbijzijnde? Westen van Nederland en in het zuiden van Nederland. Nico en Jan-Christian Herbert geven les omdat ze het leuk vinden en ook vooral om de achtergrond van de sport uit te dragen. Zo is naast het zelfverdedigen ook de mentaliteit en het zelfvertrouwen een belangrijke meerwaarde van de sport. Is Braziliaans Jiu-Jitsu vechten? Braziliaans Jiu-Jitsu is eerst leren stoeien en daarna leer je zelfverdediging. Zelfverdediging / vechten. Maar het uiteindelijk in de kern is het sociaal gedrag vertonen. Heel erg leuk. Elkaar fysiek communiceren. Dingen die je in je jeugd tekort gekomen bent, kun je hierin halen. Het grote verschil tussen Braziliaans Jiu-Jitsu en andere vechtsporten is in het kort dat Braziliaans Jiu-Jitsu daarmee probeer je een situatie te neutraliseren op een manier zodat de tegenstander die jou wil overmeesteren op een manier probeert te neutraliseren die situatie zodat hij ook geen schade heeft. En dat is in het kort wat Braziliaans Jiu-Jitsu is ten opzichte van wat andere vechtsporten soms ook niet doen, want daarmee beschadigen ze soms ook andere spelers, dus je tegenstander. De vechtsport zelf is wel bedoeld als zelfverdediging. Dus de technieken en de posities en het sparren wat we doen, dat zijn uiteindelijk allemaal weer terug te refereren naar de zelfverdediging. Dus als je op straat bent,
hoe kan ik mezelf verdedigen tegen de tegenstander en hoe kan ik dat neutraliseren? De vechtsport is volgens vader en zoon geschikt voor elke leeftijd en er kan op elke leeftijd mee worden begonnen. En zit er potentieel talent bij jullie? Ja, zeker. Ja, ik had net een jongen die de eerste dag kwam, die deed meteen een advanced techniek die je niet zou verwachten. Zeker niet op een eerste dag. En ik verwacht nog best wel heel veel van hem. Dat hij in de toekomst, als hij wedstrijden gaat doen, we pushen niemand. Maar als hij dat zelf leuk vindt om een wedstrijd te doen, dan denk ik wel dat hij heel ver zou kunnen komen. Leuk. Jong talentje? Nee, hij is begin 30 jaar. Maar goed, als dat je 30 jaar bent, kan je ook nog gewoon beginnen met Braziliaans Jiu-Jitsu. Want zo zie je ook, mijn vader Nico, die is op een latere leeftijd begonnen met Braziliaans Jiu-Jitsu. En nog steeds gewoon op het Europese podium kampioen worden. Dus ja, als dat je laat of jong begint, maakt niet uit. Zolang je het maar leuk vindt, dat is eigenlijk een beetje de key driver. Want je moet elke week, ga je toch naar een sport toe die je dan leuk vindt. En zodoende kan je nog wel kampioen worden. Ook al ben je wat ouder. In het centrum van Ede is ook dit jaar weer een ijsbaan waar jong en oud ijspret beleven. Vanaf begin december tot 20 januari kan er geschaatst worden. Stichting Friends on Ice organiseren al 12 jaar ijspret voor de Edese bevolking. 12 jaar zitten we hier, het derde jaar hier en daarvoor zaten we in het Openluchttheater Ede. Elk jaar succes? Ja, ja echt. Het is weer een succes. Het is weer leuk en we hebben weer veel mensen. Het is gezellig. Dus ja, wat wil je nog meer? Ijspret. En hoeveel bezoekers zijn er? Weet u dat al? Nee, we zitten wel ongeveer op het schema van vorig jaar. En toen hadden we er uiteindelijk ongeveer 20.000. Dus dat is aardig wat. En daar doen we het ook voor, hè? Heeft u zelf ook geschaatst? Nee, daar kan ik beter niet aan beginnen. Want dan weet ik zeker dat ik wat breek. En dan hebben we een project met iemand minder die een beetje de leiding heeft. Dus dat gaan we echt niet doen. Nee. Kunt u wel genieten van de schaatsende mensen? Ja, juist. Juist daar is het genieten. Ik zie de kinderen genieten, mensen genieten, lachen, gieren, brullen. En daar doen we het voor. Ja, aan het begin van mijn wethouderschap zagen we die gelegenheid komen. Ik ben zelf altijd een fervent schaatser geweest. Vroeger hadden we een ijsbaantje in het Openluchttheater. En ik heb destijds in 2014 gevraagd aan de Edese IJsvereniging of we ook niet zoiets met kerst in Ede zouden kunnen organiseren. Ook in het kader van het Levendig Centrum uiteraard. En op dat moment ben ik met de Edese IJsvereniging in gesprek gegaan en met hen gekeken van zouden we zoiets in Ede kunnen organiseren. Maar het is nog best een ingewikkeld proces. En ik heb ze toen gevraagd van, ga eens naar Guus Wijnsouw, die heeft dat vaker gedaan voor het Openluchttheater. En toen begon het te lopen, moet ik zeggen. Friends on Ice is een stichting die ten doel heeft om deze schaatsbaan te realiseren in Ede. In de eerste instantie een openluchttheater. En ze waren heel blij dat het nu ook in het centrum kon gebeuren. En het gebeurt ook onder leiding van meneer Schumann, die daar een behoorlijke stem in heeft. En daar ook wel zo zijn middelen aan verschaft. Waardoor deze ijsbaan kan ontstaan. En als er wat over is, dan gaat het allemaal naar het ziekenhuis, naar de kinderafdeling van het ziekenhuis. Dus het dient ook nog een goed doel. Maar het is wel belangrijk ook dat er veel sponsoren zijn en inmiddels zijn die er heel veel. Dus het gaat goed met het ijsbaantje in het centrum van Ede. Nog heeft u zelf hier op de schaats gestaan? Ja, bij de eerste keer, bij de opening, mocht ik het ijs proeven. Erg leuk om daar een beetje rond te schaatsen en te kijken hoe het ging. Tegenwoordig buiten kunnen we bijna niet meer schaatsen, dus moeten we het hier doen. Als het nieuwe college na de verkiezingen Friends on Ice ook een warm hart toedraagt, dan kunnen we volgend seizoen weer een ijsbaan in Ede verwachten. Dat ligt eraan als het convenant wat er gesloten moet gaan worden na de volgende verkiezingen het Levendig Centrum zal blijven omarmen. Dan denk ik dat het er weer zal komen. Maar dat moet het volgende college opnieuw gaan beslissen. We hebben nu met de organisatoren 4 jaar gesproken. Nou, dit is het 4e jaar. Maar ik ga ervan uit dat het niet het laatste is. Want ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat partijen die weer worden gekozen in de volgende verkiezingen het Levendig Centrum zullen omarmen. En daar hoort het ijsbaantje toch beslist bij. Net zoals living statues, allerlei kunstmanifestaties die we hebben in het centrum. We willen het Levendig Centrum eigenlijk een plek van ontmoeten en verbinden maken. Het winkelen wordt natuurlijk iets minder vanwege internet. Maar we moeten wel een plek hebben waar onze samenleving bij elkaar kan komen.
En daarvoor moeten we gewoon investeren in ons levendig centrum. En daar hebben we ook heel veel plannen voor. Ja, ik hoop dat wij vooral een gezond 2018 tegemoet gaan. En eigenlijk vind ik dat raar dat ik dat alleen voor 2018 doe. Want ik geld dat natuurlijk voor onze hele toekomst. En een voorspoedig 2018. En ik heb de indruk dat we er alle hoop op hebben. Want de cijfers tonen aan dat het in Ede behoorlijk goed gaat. En ik hoop dat we dat op die manier kunnen gaan doorzetten. Ook na de verkiezingen van 2018. Veel kinderen genieten van de kerstvakantie. En brengen heel wat uurtjes door op de ijsbaan. Er wordt veel aan het handje geschaatst en geschuifeld. Maar sommige kinderen zijn al heel behendig. Hi meis, ben je vandaag voor het eerst aan het schaatsen? Nee. Heb je al vaker geschaatst? Twee keer. Is schaatsen leuk? Ja. Is er ook iets wat je het allerbeste kunt doen met schaatsen? Nee. En schaats jij voor het eerst? Nee. Voor de tweede keer. Is het leuk? Ja. Ben je met vrienden of met broertjes en zusjes? Broertjes en zusjes. Dat is gezellig, of niet? Ja. En jij meisje, kun jij al goed schaatsen? Ja. Hoe goed kun je schaatsen? Bijna helemaal goed. Uiteraard eerst de allerbeste wensen voor 2018. En daarna tot volgend seizoen. 2018 beginnen we weer in december. Dus tot volgend seizoen.